Ik zou heel graag zien dat kraken echt tot het verleden behoort. En dat ook de kraakpanden die er nu nog zijn, ontruimd gaan worden. Niet meer knuffelen. Niet meer knuffelen. Ze hebben vandaag weer een feestje te vieren hier bij Frankrijk. Want burgemeester Halsema die heeft tegen het wetsvoorstel gestemd. Een brief naar de Eerste Kamer is er gegaan. Zij vindt namelijk niet dat het mogelijk moet worden om dit soort kraakpanden binnen 72 uur te ontruimen. Dus ik heb lekker een bubbeltje mee en een taartje. En we gaan eens even kijken of we een feestje kunnen bouwen samen. Want dat is natuurlijk goed nieuws. Kijk wat hier gebeurt. Mijn taart smelt. Zet hem even neer. We gaan ze gewoon af. Meer dan 10 jaar geleden is het kraakverbod ingesteld. En 10 jaar lang heeft Amsterdam geweigerd dat fatsoenlijk uit te voeren. Waardoor dat kraken alsmaar doorging. Het kraken werd in Amsterdam beloond in plaats van bestraft. Het is ongelooflijk als je bedenkt wat er allemaal is gebeurd. Bijna 600 panden die zijn gekraakt sinds het kraakverbod. Nou, je zag vorig jaar, of afgelopen jaar natuurlijk We Are Here. Die dus een soort krakerscarousel door de stad trokken. Iedere keer weer wekenlang konden blijven zitten. Ja, dat moet gewoon stoppen. Het argument wat Halsema gebruikt. Namelijk dat er heel veel werkdruk zou komen bij politie en OM. Ja, dat verbaasde mij eigenlijk wel. Want als de hoeveelheid kraken al zo is afgenomen, ja, dan is het toch eigenlijk ook maar de vraag of die werkdruk zal toenemen. Ik heb taart en bubbels. We hebben wat te vieren. Ik heb champagne en taart. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Nou, serieus, joh. Dat vind ik nou jammer. Hè? Ja, ik vind het ook jammer. Zo, nou, part 2. Even kijken of ze hier wel zin hebben in bubbels en taart. Ding dong. Can you come down? We have something to celebrate. Great. You want to come down and talk to me instead of showing this big dildo? Het lijkt erop dat ik toch die fles in mijn eentje op moet gaan drinken. Niet zo gezellig volk. De wet is er nu wel doorgekomen. Ja. Maar ja, zij heeft zoiets van, dat moet er helemaal niet doorkomen. Nee. Die 72 uur, dat is veel te kort. Laat die krakers maar lekker leven daar. Ja, nou ja, dat willen wij natuurlijk niet. Wij zijn hartstikke blij dat de wet uiteindelijk is aangenomen, ook in de Eerste Kamer. Want dat is net nog weer het setje om kraken nog moeilijker te maken. En hopelijk in de toekomst ook echt helemaal uit te bannen. Dus de rechtercommissaris die moet dat dan nu gaan doen. Die hoeft alleen maar te kijken, nou, van wie is het pand? Dat zijn dus niet de krakers. Er is aangifte. Wegwezen. Ik hoop dus ook dat deze wet ook een afschrikwekkend karakter heeft. Ik denk als je iedere keer binnen 72 uur eruit moet, ja, dan is de lol er op een gegeven moment ook wel een beetje af. En dat is precies de bedoeling. Wanneer houdt Halsema op met krakers knuffelen, denk je? Ja, ja. Wordt het niet eens tijd? Nou, ik denk eigenlijk, en zo werkt het natuurlijk ook, hè, op het moment dat zo'n wet is aangenomen, moet je gewoon de wet uitvoeren. Ik zou heel graag zien dat kraken echt tot het verleden behoort. En dat ook de kraakpanden die er nu nog zijn, ontruimd gaan worden. Niet meer knuffelen. Niet meer knuffelen.